ik heb er nieuw ingedaan. Helemaal weer bom, 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 bom vol. Ja, echt wel. Kun je hier vandaan wel zien. Kom met je vol. Leg er nog een paar kruimeltjes naar. Wie weet kloppen dat Elwing wel op. Dat kleine beetje. En nou ja, ze hebben nog gegeten. Ja, allebei. Dus grote meisjes, hè. Ja. Ja, lieve vrienden. Daar zijn we weer, hè. Bij onze grote meid Elwing. Ja, met een G op het eind. En hoop zeggen Elwin. Nee, het is niet Elwin met een N. Nee, het is Elwing met een G op het eind. Ja. De N zit er wel tussen, maar de G op het eind. Denk aan een elfenvleugel. Ja, maar dan in het Engels. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Bekerstempel. Het is vandaag alweer vrijdag, de 5e van de 4e, 2024. En we leven om 15.33 uur. Ik ga lekker weer even met de meisjes lopen. En ik ben lang niet in orde. Ja, ik ben wel opgemaakt hoor. Maar hetzelfde weer, hè, waar we allemaal over klagen. Ja, ik weet niet. Ja, ik weet wel wat het is. Ik weet ook waar het door komt. Maar ja, je wilt in principe niet klagen, maar het is toch meestal wel aan je te zien dat je niet in orde bent. Ik ben wel opgemaakt hoor. Ja, echt wel. Maar ik moest ook even lachen om Rijka, want dat is een hamster. Ja. Het is in principe een hamster. Maar in een verkeerd jasje. Want ze neemt een bekje vol met eten. En dan neemt ze of mee naar de mand, of mee naar de bank. En daar eet ze dan op. Nou, gewoon een leuk gezicht. Hé, wijfie? Ja, hé, we gaan er zo uit, hè. Lekker op lopen. Maar ik heb dat ook allemaal gedaan, want hun bak was leeg. En op een paar kleine brokjes, na 2, 3, 4 brokjes. En wat krummeltjes, dat heb ik op de grond gegooid. Ik dacht, wie weet, lukt dat eentje op? Je weet niet. En toen heb ik de bak vanochtend afgewassen en ik heb hem tenminste vanochtend net afgewassen en ik heb er nieuw in gedaan. Helemaal weer bom, 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 bom vol. Ja, echt wel. Dat kun je hier vandaan wel zien. Bommetje vol. Leg er nog een paar kruimeltjes. Nou, wie weet kloppen dat Elwing wel op. Dat kleine beetje. En nou ja, ze hebben alweer gegeten. Ja, allebei. Dus grote meisjes, hè. Ja, en nou zo loopie doen, hè, kind. Ja. Dus ja, dat dus. En dat gaan we lekker doen. En dan zien we wel weer hoe het reilt en zeilt. Ik ga verder nergens naartoe. Ik zou niet weten waar naartoe. Ik weet het niet. Nee, er is niks. Ik zou ook niet weten of er wat is. Het is gewoon een normale vrijdag, dus er is ook niks te doen. Nee, het is ook nog lang geen zomer. Het waait als een raket. Toch is het 14 graden. Ik weet het niet, ik weet ook niet of er een gevoelstemperatuur bij is. Omdat had ze het ook niet over die Google-geval. Even kijken hier. Ja, 14 graden. En het voelt als 11. Ken je dat? Ja, dus. Hoezo 14 graden? Ik vind als het voelt als 11, zeg dan gewoon, ja, het is dan in mijn ogen, in mijn belevenis, is het dan geen 14. Want het voelt als 11. Ja, dus dan is het toch kouder. Dus dan is het toch 11. Ja, ik moet mijn oorbellen nog in doen, merk ik. Maar het voelt als 11 graden, dus ja, hoe dan? Met 14. Dan is het toch kouder. En dat, ja, dat is 4 graden, 3 graden minder, ja. 3 graden minder, ja, dat hoeft er allemaal niet. Zo. Dus ja, ik weet even niet. Ben ik dan zo gek of. Nou, gaatje, kom op. Ja. Goed zo.
Dus ja, dat dus. Dus ja, begrijpen jullie het, begrijp ik het. Ja, want dan vertellen jullie het mij denk ik wel, toch? Maar oké, lieve vrienden, ga lekker genieten, want het zonnetje schijnt. Het is bewolkt, het is hier en daar een klein stukje blauw tussen de bewolking door. Wie dit maakt, moeder de natuur of harp, dat weet ik niet. Nee, ik zie dat 1, 2, 3 niet. Daar is het trouwens blauw. Helemaal blauw. Daar zie ik geen wolkje. Maar daar is het vol met wolkjes. Ja. En dan wordt de lucht ook weer gelijk scherper door. Want daar kun je zo in kijken en daar weer niet. Ja, ken je dat? Ja, dus bizar allemaal. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze en geniet gewoon weer een beetje mee. Tot later. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer, hè. Bij onze grote meid Elwing. Ja, met een G op het eind. En hoop zeggen Elwin. Nee, het is niet Elwin met een N. Nee, het is Elwing met een G op het eind. Ja. De N zit wel tussen, maar de G op het eind. Denk aan een elfenvleugel. Ja, maar dan in het Engels. Hé, want Elwin met een N op het einde van Nico, dat is een jongensnaam. En het is een meisje. Ja. En daar hebben we Rijka. En we gaan zo meteen lopen en daarna naar het bedje toe. Ja, we zijn net even aan het stoeien geweest, hè? Ja, die wou stoeien die daar ligt. Balletje nog bijna, hè? Ja, echt wel. Dus ja, dat dus. En de televisie staat nog aan, ik heb de computer nog aan, dus ja. Maar we gaan straks wel naar bed en ja, ik heb vandaag nog 1 keer gefilmd. Ik had er niks aan doen. Nee, ik was er niet bij met mijn hoofd. Nee, kan gebeuren. Helemaal vergeten. Ik was met andere dingetjes bezig. Echt een dag voor mezelf. Ik was mijn spelletje aan het doen. Ik heb een plaatje gemaakt voor bij de vlog. Maar het plaatje heb ik ook al gedeeld. De vlog van vandaag heb ik gedeeld. Ik heb de vlog al vanmorgen alweer naar YouTube geklaar en naar YouTube gebracht. Dus ja, helemaal goed. En dan moet ik er morgen bij tijd eraf. Want ja, morgenmiddag krijg ik weer bezoeken van onze Marcel met zijn verloofde Danielle. Dus ja, dat komt ook helemaal weer goed. En die blijft ook natuurlijk weer eten. Dat wordt natuurlijk weer patat. Oh, god. Nog even word ik patat met. Ja, godje, denk ik me. Komt me de keelgaten zo wat weer uit, in mijn neus. Ik denk dat ik binnenkort maar weer eens een keer pokebol ga maken. Ik heb reeds genoeg in huis. Ik denk dat er moet nog even wat het een en het ander bij worden gehaald. Sowieso even een potje met groenten, want dat... ik heb wel potjes met groenten, maar niet wat bij pokebol past. Dus ja, dat moet ik eens even bekijken hoe en wat. Ja, maar dat komt ook allemaal wel goed. Ik heb wel weer eens zin in een lekkere gezonde pokebol. Ja. Maar oké, lieve vrienden. Ik ga nog even een filmpje kijken op YouTube. Want dat spreekt mij aan. Het is wel Engels, maar ik hoop dat het in het Nederlands wordt onder... Hoe noem je dat? Dat het de vertaling erbij staat in het Nederlands. Want dat is blind girl, dat kan ik nog lezen, dat kan ik nog vertalen. Een blind meisje, sees, nou ja, ziet mom for first time. Dus een blind meisje ziet mama voor de eerste keer. Dus ze is geopereerd denk ik dan aan haar ogen. Dat vermoed ik, want hoe kan je als je blind bent voor het eerst je moeder of je vader of wie dan ook zien. Ja toch? Maar oké, dat zie ik straks wel. Dan gaan we gewoon even bekijken. En voor nu zeg ik welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En ik zal eerdaags ook weer de vragen er even bij halen van onze enige echte Mirjam Edeveld. Mijn Facebook-zusje. Want die had ik even in de koelkast gezet. Laat maar zeggen, zoals we dat vroeger zeiden met de 27 MC-bakjes. En, maar die halen we weer even tevoorschijn. Ja, en dat komt weer helemaal goed. Ik kan ze zelf weer even de vraag horen en mijn antwoord beluisteren. Ja, ik hoop dat, ik weet niet eens meer wat haar vragen waren, maar dat zie ik wel. Want dat heb ik allemaal genoteerd.
Dus dat komt allemaal goed. Dus ze zeggen, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker, met mooie dromen. Uiteraard, gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het allemaal, God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei!